mensen, welkom terug bij weer een nieuwe video van de Iron Don. Vandaag gaan we met een groepje een beetje rondrammen. En ik hoop dat we naar het gooien gaan. Daar was ik nog nooit geweest. Nog even over dat random Nautica shit. Ik heb het gisteren de hele middag geprobeerd, geen flikker gevonden. Daar heb ik in de avond nog met twee graag met Michelle en Tarik. Heb ik wel gefilmd, maar ik wil kijken wanneer ik dat online zit, want daar hebben we niet echt wat gevonden. Het was echt kansloos eigenlijk. Het was echt frustrerend gewoon. Ik werd trouwens gisteren gebeld dat het eerste onderdeel wat ik voor mijn auto had besteld binnen is. Dat kan ik ophalen. Vol in de ankers. En dat is voor het stuur. Want de eerste aanpassingen die ik wil doen zijn het stuur en de velgen. Het liefst eerst de velgen. Ik heb een paar mooie gevonden die ik eronder wil zetten. Dat ding is dicht, joh! The fuck? Fucking irritant, zeg! Jezus Christus! Maar goed, we gaan dus het stuur en de velgen als eerste vervangen. Het stuur gewoon omdat hij veel te groot is en tegen mijn knieën aan zit. Dat is gewoon kut. Dat wil ik niet. Maar ik ben erg blij met wat ik gekocht heb. Ik heb hier zo lang naar zitten zoeken. Eindelijk gevonden, echt. Ik wou dit eigenlijk al als eerste auto hebben. Maar ik verdiende in die tijd geen flikker, dus ik kon het gewoon niet betalen. Dat is gewoon, dan moest ik 3 maanden sparen, kon ik eigenlijk een Golf kopen, 1500 euro. Dus nu kon het eindelijk. Nou, dan moet je nog zoeken naar eentje waar geen roest op zit. Nou, dat is wel lastig. En als je ze vindt, zijn ze fucking duur. Ah, ik heb het warm. Er was vandaag ook zo'n JDM-fest. Jap-fest. Op circuit Zandvoort. Wou ik ook wel graag heen. Maar ja, er was niet echt iemand die mee kon of zo. Dus dan gaan we maar lekker rammen vandaag. Gaan we volgende keer. En eerlijk, hij is ook helemaal niet af ervoor of zo hoor. Moet je eerst zorgen dat hij een beetje naar mijn smaak is. En ik wil graag die badges er weer op hebben. Je hebt Mazda-embleem. MX-5's embleem achterop, Miata embleem, daar wil ik er graag op, vind ik mooi. Maar besef, hè, dit ding is gewoon 30 jaar oud. En als je het inrijdt heb je niet het idee van, oh shit, hij is echt 30 jaar oud. Ik heb echt, na al die jaar, gewoon een keer een auto gekocht. Dat wel goed. Oké, ik zei in het filmpje van, hij werkt niet goed. Het enige wat soms niet helemaal lekker werkt, zijn de koplamp. Voor de rest werkt hij echt goed. Maar dat komt denk ik omdat die vorige eigenaar heeft een flatwoofer erin gebouwd. En het valt mij op dat als die flatwoofer uit is, mijn koplamp best wel goed werkt. Dus ik denk dat dat ding gewoon zoveel stroom zuigt, dat hij daarom die koplamp af en toe vreemd doet. Ik shit. Ik Subaru af. Die Subaru, hey! De tweede MX-5. Die Subaru die je net zag, de blauwe, die wou ik eerst ook heel graag. Ik had echt een twijfel tussen die twee, aangezien ze allebei in dezelfde prijskategorie vielen. En toen vond ik die MX-5 voor echt de helft van de prijs. Met niet al te veel kilometers erop, geen roest. Hey, dan moet je hem gewoon kopen. De echte minpunten zijn, de achterschoks moeten even vervangen worden, maar dat maakt niet uit, hij moest toch een beetje verlaagd worden. En de velgen, dat waren de enige twee dingen. Ja, oké, later kwam ik dus achter dat het stuur vrij groot is. Want ik vond hem echt op een aparte website. Ik ken die hele website niet, daar kon ik ook maar 3 foto's bekijken. Er waren alle 3 van de buitenkant, dus ik kon niet echt zien hoe het interieur was. Ik wist wel dat het een handschakelbak was, de automaat hoeven we ook niet. Oh, lekker weggetje hoor. Hier ben ik een keer gestaan met mijn BMW. Ik had zo'n BMW station net ik. Ook alleen maar gezeik met dat kudding. Stond ik weer hier al. Oh, moest je weer hier blijven een dag. Terwijl ik hier permanent moest werken. Stond dat ding tot helemaal hier. Fucking gooi meer en shit. Narder bos. En mensen zoals ons, ook de kijkers, ik weet gewoon van jullie. Een voertuig is niet alleen iets om van A naar B te gaan. Het wordt een levensstijl.
Je legt er een connectie mee, je gaat het zien als een maat. Wow, what the fuck is dit dan? Kom hier een klein beetje herzetten. Herres. Wat de fuck is dit, jongen? Ik weet niet wat dit is. Ook als mensen kijken en ze weten wat de fuck dit is, laat me weten. Lijkt me van een gekke bunker of shit. Voor wat? Oh shit. Ja, ik heb bijvoorbeeld nog geen kentekenplaat. Ik kan gewoon remmen als ik wil. Warm boys. Wat zeg jij allemaal? Waar? Ik zie hem niet. En waar gaan we naartoe dan? Waar gaan we naartoe? Ik heb honger. Ik heb honger. Ja. Wie tutert? Zijn met de bekende mensen? Zijn bekend iemand? Ik weet niet wat die... Zei die wat? Huh? Wat ben je heimen? Ah! Okay, we gaan zo even lekker wat eten in Hilversum, dacht ik. Misschien dat we bij Vasco Bello kunnen zitten. Ik ken die vrouw die daar de boel een beetje regelt. Dus dat is misschien wel even gezellig. Vanmorgen ook, we zitten haast en shit. Dan ben ik een klein beetje cornflakes gegeten en we moeten door, hè. We moeten wel door. We zijn eentje snel met cornflakes en dan ga je hier naartoe. Nog een MX-5. Je ziet de tingering veel vandaag. Weet je, die MX-5 zijn nog steeds de best verkochte roadster, hè. Oh, kom maar. Maar na 30 jaar nog steeds de best verkochte. Dan ga je lekker, hoor. Ja, wat een kutlicht. Ja. Wat is het heet, zeg? Godverdomme. Tering. Ja, ik heb wel een leuke route. We gaan even lekker wat eten. Funis Connect, hé. Mijn phone is connected. Hey. Connected to mijn phone. Nee. Zo, lekker gegeten, hoor. Ik had een tering goede tos, die met pool chicken. Er zat zelfs fucking fruit tussen. Voor mij van die bramen? Ja, bramen. Bramen hadden er tussen. We zijn nog lekker. Dus we kunnen weer door, hè? Ja, we moeten wel door.
Gaan we even lekker rammen, pik! Waar gaan we naartoe? Ik weet niet of jullie hadden gemerkt, maar ik was echt 100% uit mijn comfortzone. Met het maken van die MX-5 video. Weet je, gewoon lekker met mijn helm op te praten. Zit ik gewoon echt in mijn zone. En daar was ik er echt even uitgerukt, zeg. Jezus Christus. Ja. Maar goed, ik ben dus wel erg blij dat ik nou die MX-5 heb. Gewoon een goede projectauto die we kunnen gebruiken voor het YouTube kanaal. Ook heb ik natuurlijk nog die Opel Kadett. Waar nog veel aan moet gebeuren. Maar ja, bij deze kunnen we vast echt wat dingen doen. Gewoon mooie aanpassingen. Zorgen dat het een mooie JDM auto wordt. Uiteindelijk moet er nog een charger in. Ik wil geen turbo erin, maar gewoon een turbo charger. Die houden iets meer het blok heel, naar mijn idee. En het rijdt ook een stuk beter. Wat de fuck is dit dan? Die Dodgy. Want als je in zo'n MX-5 echt turbo's gaat zitten inproppen, dan krijgt hij gewoon te veel power. Dan krijg je die dingen echt. Je kan ze zo erg opfukken dat ze echt gewoon 200 plus pk hebben. Dat is echt te veel. Het moet gewoon een lekker autootje worden waarmee ik op vakantie kan. Waarmee ik soms misschien nog een circuit op zou kunnen. JDM shows. Dat is echt het idee ervoor. En wie weet, misschien verandert mijn idee om. Misschien heb ik zoiets van, ja, misschien doe ik toch wat turbo erin. En we moeten even denken wat we doen qua kleur. Want hij moet wel rood blijven. Maar of ik laat hem opnieuw spuiten in een mooiere rood, of ik laat hem mooi wrappen. Aangezien wrap ook echt wel een stuk goedkoper is. Wat doe je, pik? Deafness. Death. Dat is allemaal knetter. Dat is allemaal knetter, die jongen. Auw! Ah, oh, waar ben ik geprikt door iets? Fucking hell. Wat in de motherfuck was dat? Teringelijer al, fucking shit! Broer, wat de fuck is dit? Ja, zo gebeurt. Dat doet zeer. Ik ga dus ook wel gaan kijken. What the fuck is dit? Tering, ha, voor mij was dat een wesp of zo. Het doet echt serieus zeer, hoor. Sowieso was dat een wesp. Zo joh, moed. Je voelt er gewoon gestoken worden in je fucking nek. Wat is in mijn keel? Gewoon hier, tjaka. Sterf. Wat een stom stooi. Waarom zou je me steken, pik? Je gaat zelf ga je dood. En voor mij is mijn huid een paar uur geïrriteerd. Dat is zonde, man. Ik heb nog kunnen vliegen en shit. Maar goed, op deze bombshell is het tijd om te eindigen. Mensen, vond je deze video leuk? Laat een like achter. Heb je nog iets te melden aan me? Laat het weten in de comments. Ben je ook ooit geprikt door een wesp tijdens het rijden? Laat me dat weten. Maar subscribe om bij het Iron Team te horen. En dan zien jullie mij in de volgende video.